Goedenavond. Ik ben geen entiteit. Oh. Dit is een laserthermometer. Ja. Hiermee kun je de temperatuur meten van objecten vanaf een grote afstand. Oké. Okay. Je zendt een laserstraal uit. Ja. En zo kun je meten. En wat zegt het dan over de temperatuur? Als het laag is of zo, dan is er een entiteit? Of hoe, als het lager is, is er een entiteit, kan er een entiteit aanwezig zijn. Oké. Okay. Ja. En hoe ga je verder vanavond zeg maar erachter komen of er entiteiten zijn? Foto's maken, de weergevoelen gebruiken. Oké. Okay. Nou, ik ben Petra, de zus van Maarten van Paranormal Activities. Mijn onderzoeken zijn foto's maken. Kijken of ik dingen voel en filmen. Ja? Wat deed jij? Niks. Ik kreeg een signaal door. Jouw. Zijn er overledenen aanwezig? Richting zijn ze? Daar. Ja. Mag ik een foto maken? Ja. Achter Gilbert. Ziet wel. Altijd bij jou. Lekker. Lekker zit hier buiten. En waar zijn er nog meer overledenen? Ze moeten jou hebben. Een vrouw of een vrouw? Een man of persoon? Bent u een vrouw? Bent u een vrouw? Ja, dus. Ja, dat kwam ik vorige keer op toen ik hier was. Met pendel. Eens vragen of ze iets met Gilbert wil. Niks. Dat is een goed teken. Zou het kunnen dat die energieën zijn die wij nu op de orb hebben, wat we voelen, dat storen? Dat zou best kunnen dat zou kunnen storen, ja. Ik heb hier heel sterke gevoel van de oude vrouw met evenwicht, maar... Straks kaart in de slaap. En buikklachten. Heel raar. Misselijk. In de buik, ja. Misselijk en een raar gevoel in de buik. Straks kaart in de slaap kijken, maar niks zeg. Ja. Ja. En helemaal als je daar staat, het is net of je zo gaat. Wat? En jullie hebben het ook open, hè? Ja. Ik heb die maar net gemaakt. Oké. Okay. Maar waar ligt die? Die heeft je ondergegraven, hè? Jeet, het schijnt.
Nee, ik weet het niet. Ik voel helemaal niets hier. Dit is vroeger op mijn kelder geweest. Ja, dat denk ik eerder. Ik heb helemaal geen gevoel meer dat er iemand ligt of zo. Maar ja, goed, ik ben geen paranormaal. Je hebt die kast gezien. Ik weet maar, ik zie de afdruk er ook vast. Ja, inderdaad. Zie je? Dan zou ik even één flesje achter kunnen laten. En wat trek je nou? Ja, ik heb niet het... Maar weet je wat het wel is hier? Hier zijn natuurlijk wel heel veel mensen verdronken, hè? Van die watersnoodramp. Inbrekers. Jawel. Ha ha ha.